Dupliceren van de bibliotheek. Hoe doe je dat? Binnen je eigen organisatie kun je een project aanmaken, bijvoorbeeld bibliotheek van jouw organisatie of überhaupt organisatie I. Dan ga je naar de community omgeving van Figma en je zoekt op NLDS. Dan komen wij naar voren als creators. Hier vind je de voorbeeldbibliotheek. Wanneer je die bekijkt, kun je hem openen in Figma. Selecteer vanuit welk profiel je dat wil doen. En hij maakt een duplicaat die hij binnen jouw Figma-omgeving neerzet. Nu staat hij nog in drafts. Via Move to Project kun je hem verplaatsen naar de folder waar jij hem wil hebben. Bijvoorbeeld organisatie I. Daarna kun je de naam aanpassen. Bijvoorbeeld organisatie I-bibliotheek. Community kun je eraf knippen. En je kunt bij helpers, helemaal onderaan, ook de voorkant van deze bibliotheek, de cover, aanpassen. Bijvoorbeeld organisatie I. Je kunt even restore default thumbnail doen, gevolgd door set as thumbnail. En dan komt die vooraan hier te staan. Binnen deze bibliotheek vind je alle componenten die we op dit moment hebben. Bijvoorbeeld de button of de checkbox. Hierboven staan de tokens ingesteld voor het voorbeeldthema en dat gaan we straks nog aanpassen.